At the end of the street you go left or right. Hè? <laughs> And if you go straight on, you jump in the canal. Je moet ook van alles leren over de Nederlandse geschiedenis. Waarom in godsnaam? De modale Nederlander weet geen reet van zijn eigen geschiedenis. Nee, daar heb je wel een punt. En, en dan moet die, die, maar die arme mensen die uit Tunesië met, met een vlot hier naartoe zijn gekomen... <laughs> die moeten ineens weten hoe het zit met van Oldenbarneveld. Dat is toch knetter? Met van Olsum. Kunt u mij horen? Ja, wordt er nou bewust geklooid met die migranten en loopt het nou bewust bij ter apel in de soep? Dat gaan we onder andere bespreken in deze aflevering. Ja, ja, eerst zien, dan geloven. Ja. Je, je, moet, je moet wel dichter het... in de microfoon praten. Ah, ja, ja, ja ik wist niet. Ja. We zijn gestart. We zijn gestart. Nou, ik heb mijn, mijn favoriete onderwerpen wel, wel eens een beetje besproken. En we hebben het gehad over de vraag eh, of wat wat er is tussen de politiek en de zakenwereld. En daar is volgens mij een vrij groot verschil tussen. Uh, een zakelijk leider is iemand anders dan een politiek leider. Een politiek leider wordt een hele andere eisen aangesteld dan aan een zakelijk leider. Mm. Dat neemt niet weg dat uiteindelijk denk ik dat ook zakelijke leiders, net als politieke leiders, deels gedreven worden door vage sentimenten, de waan van de dag, de waan van de week, uh, wat iedereen zegt en denkt. Uh, nou ja, peilingen, dat zal niet zo'n rol spelen, neem ik aan bij bedrijven. Hoewel, je weet het maar niet of ze dat ook niet even afdekken. Ja, en ze wisselen nog wel eens, hè? Want als ze bij de politiek klaar zijn, dan gaan ze naar het bedrijfsleven en vice versa. Ja, je vraagt je altijd af of dat een groot succes is eigenlijk. Meestal komen ze wel aan de top en gaan ze dik verdienen. Maar ik vermoed eerlijk gezegd dat ze helemaal niet in dienst worden genomen, de politici. Door de zakenwereld, omdat ze zulke geweldige zakelijke inzichten hebben. Maar ze weten wie je op moet bellen. Hmm. Klaas Dijkhoff, die heeft nu een uh, marketingbedrijfje begonnen. Ja, maar die is een eigen bedrijf begonnen. Maar ik denk dat dat ook deels drijft op wie je op moet bellen. He? Met wie moet je contact zoeken. Uh, hoe weet je dat iemand eigenlijk wel een geweldige deftige functie heeft, maar feitelijk niets te vertellen heeft? Terwijl als je zijn secretaris belt, dat is de man die de macht heeft. Ja. Ik verzin nu een. een Situatie die zou kunnen bestaan. Dus ik. Ik, ik weet het niet of. Uh... Hij heeft een bedrijf, als je imago naar de knop is, helemaal naar de kloten. Moet je hem bellen. En dan gaat hij het oppoetsen. Ah, nou, hartstikke nuttig. <laughs> ja. okay. Ik heb wel verschillende. Je kunt zo alle verschillende kandidaten. Kun je noemen, misschien moet Rut ook eens gaan bellen, want dat is natuurlijk ook langs Oh, dat zal hij vast doen. Daar hangen de vellen langs mijn ook wel bij, toch? Nou, het bedrijf is be gebaseerd op de marketingstrategie van de VVD, waarmee ze altijd de verkiezingen hebben gewonnen. Oh, oh, kijk eens aan. Ja, die, ik vond de marketingstrategie van de, de van de VVD, die is dan wellicht succesvol geweest, maar eh, ik vond het in het algemeen toch van, van een primitiviteit waar je, waar je een beetje rillerig van wordt, eerlijk gezegd. Ja, maar het heeft wel effect gehad. Ik moest nog eens, wat was het ook weer, zo'n vrijheidscollege geven. En ik fietste naar de stad, dat was ook in, in, in Tivoli. En toen kwam ik langs wel die bushaltes waar die reclame van de VVD hing: doe normaal, weet je wel. Het gaf wel het voordeel dat ik, dat ik die hele praktische die hele lezing kon ophangen aan het volkomen achterlijke devies: doe normaal. De kern van de democratie is dat je het recht hebt om ook iets minder normaal te doen zonder dat je opgepakt wordt in een strafkamp, bij nijkerk wordt gedumpt, de dood wordt geschoten op de drempel van je etagewoning of wat je verder kunt verzinnen. Het leek me nou juist de essentie van een democratisch bestelde. Niet waar dat wij de ruimte hebben om eventueel soms niet normaal te doen. Ja, maar moet je zien hoe goed ze dat dan. Je kunt het je nu nog herinneren, jaren later, die, die slogan. En je hebt het erover nou, gehad. Ja, hoe kwam het? Omdat ik naar Tivoli moest fietsen, niet wist waar ik het over zou gaan hebben. En, en toen 18 bushaltes passeerden <laughs> waar dat bord hing. Dus ja, het zal me wel even bijblijven. Alle andere campagnes zijn me niet bijgebleven. Nee, Maar dan zijn ze dus geslaagd in hun opdracht op dat moment wel of juist helemaal niet, omdat ze te maken krijgen met een kriticus van de uitwerking van de opdracht, namelijk dat je zeker van een liberale partij toch God beter het wel iets fantasievollers had verwacht dan doe normaal, want je weet waar dat op slaat, niet waar? Dat is natuurlijk een klassieke uitspraak van Rutte, doe normaal. En dat was toen met Wilders in het debat, die zei van uh, doe zelf normaal, man. Was dat niet in die tijd? Ja, zeker, zeker. Ja. Ik herinner me dat moment ook wel en ook, ook de, de nogal verschrikkelijke kinderachtigheid van zo'n debatje. Daar zat je boek toch ook van af zeg, jongen, jongen, doe zelf normaal, dit is toch het schoolplein, hè? je eigen moeder is stom, dat, dat, dit is ja. toch echt, echt, beneden alle pijl is dit. Er is ook veel kritiek op geweest hè, van uh, Tweede Kamerleden doe ze even normaal. Want je, je hebt een uh, voorbeeldfunctie naar de rest van het land. Ja, maar dat een Liberale partij in een democratisch land als verkiezingsslogan heeft doe normaal, dat is wel van een pijnlijk soort van stupiditeit. Ja. Kun je iets herinneren van de PvdA, een slogan nog uit het verleden? Geen idee. Nee. Ik denk dat in feite vrijwel alle politieke slogans in, in het land, als Nederland, zonder effect zijn. Ja, ze zijn er. Je moet van die biljetten laten drukken. En je moet van die raambiljetten ophangen. Maar was het niet laat Lubbers zijn klus afmaken? Dat was bij het CDA toen. Ja, maar dat, dat, sloeg gewoon, dat, dat sloeg op het feit dat iedereen dacht. Lubbers kan nog wel een kabinetsperiodetje krijgen. Ja. En toen heeft hij ook weer de klassieke fout gemaakt om te lang door te gaan. Wie heeft ook de klassieke fout gemaakt om te lang door te gaan, Mark Rutte. Twaalf en een half jaar nu, hè? Eh, toch iemand met, met zegt men, gevoel voor de Nederlandse politiek. En dan maak je zo'n blunder. Want het wordt natuurlijk alleen maar erger, dat begrijp je wel. Ja. Heb je ook gehoord dat Joe Biden uh, Rutte al een paar keer gevraagd zou hebben voor de NAVO? Nee. Nee. Dat hoorde ik dit weekend? Dat, uh, Van dat... mij mag hij naar de NAVO. Ja, dat denken veel Nederlanders waarschijnlijk ook. Ja, hartstikke fijn, naar Brussel. Dan zou ja, maar, die Stoltenberg zal die, die op, opvolgen. Hij dan. heeft altijd bij hoge beweerd dat hij dat ze niet wil. Dus ja, ik ben nou benieuwd wat er gaat gebeuren dan. Nee. En ik ving dus ook op. En wie beweerde dat dat zo was? Ja, dat is een goede vraag. Dat ben ik dus nu vergeten. Maar ik hoorde dat ergens voorbij komen. Het was in hetzelfde programma waar ook werd gezegd van... Timmermans zou wel uh, GroenLinks... Oh! Ik weet het alweer, Rondje Binnenhof, dat is zo'n programma van de NOS. Rondje Binnenhof. En daar okay. zit dan, uh, ik weet even niet, uh, Sander van der Wulp zit daarin. Volgens mij zei hij het, als ik het me goed herinner. Nou, nou ja, die is, neem ik aan, vrij redelijk geïnformeerd, dus ja. het zou kunnen. Ja. Maar aangezien Rutte uh, jarenlang bij ogen en bij laag heeft volgehouden... dat hij niet zo'n internationale functie wil, maar dat hij dus als hij stopt met het huidige werk, dat hij dan uh, die avo -klas verder gaat uh, onderwijzen. Ja. Dat moeten we even afwachten dus. Datzelfde programma. Hierdoor, ik geef hem bij deze graag toestemming om te vertrekken. Ja, dat begrijp ik. Maar hij zit er nog wel eventjes. Hij <laughs> zit er nog wel eventjes, ja. Dat je zelf ook niet het, het gevoel hebt dat je, dat je niet weet wanneer het afgelopen is. Anderzijds kan ik me voorstellen dat het ook veel mensen in mijn geval zeggen, ook gezien mijn leeftijd... Dat hij zelf niet het gevoel heeft dat het afgelopen is. Ja, je regeert niet het land. Hè? Je kunt bij jou het nee, nog uitzetten. Het scheelt enorm dat je, dat je het land niet regeert. Dat ik het land niet regeer. Kijk, je kunt jou negeren. Dat scheelt zowel in positieve als in negatieve zin. Ja. scheelt dat nogal wat. Maar bij Rutte, die kom je toch iedere keer weer tegen. Die kun je niet echt negeren. Ja, dat kan wel. Als je een normaal werkzame afstandsbediening hebt, dan doe je paf. En je weet dat hij dat natuurlijk het gesprek met de minister-president voor zijn werk kan zien. Altijd prima bekeken wordt. Ja, dat is een vrij succesvolle talkshow, zou je ja. kunnen noemen. Ja, en ook best kritisch. Ja, vooral de afgelopen. Het, was het is altijd vrijdag, hè? Klopt. Behalve als ben, ze dan. eigenlijk. je die vrij pittig aangepakt over, uh, over die vluchtelingenstroom. Ja. En terecht. Maar ja, daar lult dat dan op zo'n vage, niet serende manier. moet allemaal nog eens bekeken worden. We weten het allemaal niet zeker. Het zou kunnen dat mogelijkerwijs. Ja, nou goed, daar is hij groot mee geworden met dit soort van slappe praatjes. Want je begrijpt precies waar dat heen koerst. Namelijk dat het weer zo'n ongelofelijke puinzooi is als het dit jaar ook was. Waarbij je toch, ja, ik althans in mijn kwaadwillende hoofd... heb altijd het vermoeden gehad dat dat dan een expres gedaan wordt Dat heb je eerder verteld inderdaad, ja. Wat ja. was ook wel de, de reden van dat, dat ze het expres verleek? Dat het minder aantrekkelijk is om naar Nederland te gaan, want dat spreekt zich rond... Dat je in het Ik begrijp dat die migranten elkaar regelmatig bellen met de iPhone. want ja, die hebben ze wel. Ja, iPhone, maar in ieder geval een, een vergelijkbaar apparaat, dat hebben ze, ja. Ja, ze zijn ook niet per se arm, hè? Nee, want ze hebben vaak duizenden dollars betaald. om die trip te maken. En dat is waarschijnlijk ook collectief door zo'n familie betaald. Dat zijn natuurlijk ook extended families. die dan hun meest kansrijke kandidaat naar West-Europa sturen. Ja. Dat natuurlijk vanuit hun perspectief een heel begrijpelijk gedrag. Ja. Dus jij zegt als we het te goed aanpakken en we geven ze alle luxe daar... of een luxe bestaan, dan komen nou, ze in grote. groter gedrag? is gedaan. nou niet precies het woord. Maar als we zeggen dat we kunnen je best gebruiken. Niet waar, we hebben een zeer gespannen arbeidsmarkt. Die hebben we ook. Dan, eh, ja, ik denk wel dat dan eh, de attractie van Nederland groter wordt. De attractie van Nederland is natuurlijk toch al groot. Het gek is dat iedereen er altijd zo negatief over is. Maar ik zou zeggen hoe groter die attractie blijkbaar is... Hoe beter onze reputatie kennelijk buiten eigen grenzen. Eigenlijk zou je, als ik het goed begrijp, moet je, en dat is dus de strategie van die chaos, als ik het goed begrijp, moet je dan zo'n negatief mogelijk beeld van jezelf schetsen. Je weet ook wel dat die immigranten weinig zin hebben om in Griekenland te blijven hangen. Of in Bulgarije of in een van die andere. Ik zal Trump niet citeren in dit verband. ...een van die andere minder succesvolle landen. Al zijn er ook wel weer eh, onderling verschillen, toch... ...tussen de partijen over hoe dit aangepakt moet worden. Dus. Ja, zeker. Er zijn natuurlijk... ...er zijn luiden die zeggen... ...kijk, we hebben die verdragen ondertekend... je moet nagaan waarom ze gevlucht zijn... ...wat, wat de overwegingen waren... ...en in zoverre die vallen binnen het raamwerk... ...wat we ooit ondertekend hebben... ...dan moet je niet zitten te zeuren... ...dan moet je ze toelaten... En dat hele toelatingsprocedure in Nederland is natuurlijk een onmogelijke circus. In die zin dat je. Dat laatst was er ook weer zo'n minister die van zei: van nou ja, de inburgering dat liep niet lekker. Ik zou zeggen, waar is de inburgering voor nodig? Nergens voor nodig. Het is gewoon flauwekul inburgering. Geld uit de zak lopperij. Slappe cursussen die betekenisloos zijn. Inburgeren doe je gewoon door aan het werk te gaan. En dan hebben wij natuurlijk dat waanzinnige model dat je pas dan jaren aan de slag kunt. Oké, okay, dus jij zegt... Ja, je... want dat hoeft helemaal niet, want de Oekraïners zijn ook betrekkelijk snel aan de slag geraken. Begin gewoon, zeg jij. Ja, natuurlijk. En als je Engels kan, dan kun je al een hele, hele Ja, en iedereen kan voldoende Engels om zich te redden. Ja, He? het is de beste inburgeringscursus eigenlijk, gewoon beginnen. Ja, at the end of the street you go left or right. <laughs> and if you go straight on, you jump in the canal. <laughs> ja, hartstikke simpel, toch? Wat leer je eigenlijk bij de inburgeringscursus? Nou, waarschijnlijk geen reet. Je had dat fameuze verhaal van die gebaarde immigrant, ik geloof, weet ik veel, uit Noord-Afrika in ieder geval. Een van de Maghreb-landen. Ja, die, had een heel, heel, die had, was gezakt omdat hij niet wist hoe het was om een Nederlands zwanger te zijn. En wat voor maatregelen je dan moest treffen. En ik vond het redelijk dat hij zei dat hij, dat nou niet zo relevant was in zijn geval. Nou, als je een zwangere vrouw krijgt, dan moet je dat ik toch ook Ook beetje... wat ik van die cursus heb begrepen, ook in het tijdschrift Maarten, hebben we daar wel eens iets over geschreven. Allemaal flauwe, kul, opgeklopte onzin is dat. Makkelijk verdienmodelletjes voor degene die die cursussen geven. Maar het is toch wel een beetje handig dat je iets weet over het land waar je in terecht gekomen bent. Nee, joh, bent. dat weet je toch allemaal in vijf minuten? Ja. Heb jij je ooit. Als jij naar, ben je in Amerika geweest? Je ja. Had, ja, maar niet in het echte Amerika. in New York. Word je toch ook niet geconfronteerd met een inburgeringscursus? Terwijl je hebt geen flauw idee hoe het land in elkaar zit. maar het is, het is vakantie. Is het je dan. weet zelfs niet hoe de benzinepompen werken. Is dat anders daar dan? Ja, je moet daar een soort hendeltje over halen, anders werkt het niet. Nou, oh, kijk, zie je, dat deed is dus al nou, niet. Nee, ja. daar heb je het al. Eh? Maar dat leer je vanzelf wel, want dat wordt je omgeroepen door die vent die in dat hokje zit, die ziet je stuntelen. En meestal ziet hij aan het nummerbord dat je een gehuurde auto hebt. Dus dan roept hij keihard dat je, dat je zus of zo moet doen. He? Maar dat zijn hele praktische dingen. Van Six. Ja, maar dat is heel praktisch. Maar als het dan gaat over hoe werkt het met het belastingssysteem? Hoe werkt ja. het met werk? Hoe werkt het met verzekeringen? Ik, weet geen, ik heb geen idee hoe het, het, het Nederlandse belastingssysteem werkt. Ik heb een afspraak met iemand die mij daarover die mij da adviseert. Dat is een woord alsof ik het zelf zou doen. Nou, iemand die het gewoon voor mij invult. En dan krijg ik na, na een enige tijd krijg ik een mapje van zes pagina's waar dat allemaal in staat. Dacht je nou, werk dat de modale Nederlander die zo zeker ruim inkomstenbelasting betaalt, dat die enig idee had hoe het belastingssysteem in elkaar zit. Kom op. Ik heb het twee keer zelf gedaan. Ben ik een halve week aan bezig geweest. Toen dacht ik, dat kan beter. Ja, maar als je toch uit het buitenland hier naartoe komt en je wordt gewoon geconfronteerd met, allemaal, met die kerstboom en regels, dan wil je toch eventjes iets, iets via een cursus. Uh... Nee, joh, dat merk je toch allemaal vanzelf. Ja. Noem eens een regel waar je, waar die je niet, die je, waarvan je absoluut niet zou begrijpen hoe het zit. Nou ja, ik vind het moeilijk voor te stellen omdat wij hier allemaal opgegroeid zijn, maar mensen die hier zomaar naartoe komen, die kunnen dat heel lastig vinden. Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal een boel en zo, Het gaat er alleen maar om dat je op een heel basaal niveau in leven blijft, dat is het enige. Supermarkten zien er overal in Europa hetzelfde uit. Die verkopen ook grotendeels overal in Europa dezelfde rommel. Die zijn verhoudingswijs goedkoop in Nederland trouwens. Iedereen biedt een groenteboer. Dus ik zei, ik zie het niet zo in. Nee, inburgering is gewoon oplichterij. Dus een beetje de zelfredzaamheid die jij hier toepast. Een beetje VVD-standpunt van je. Geen zelfredzaamheid, dat is praktisch benul. Je gaat toch ook naar Portugal met vakantie zonder dat je ingeburgerd bent? Ze dus moeten ook van alles leren over de Nederlandse geschiedenis. Waarop, een god, de modale Nederlander weet geen reet van zijn eigen geschiedenis. Nee, daar je wel een punt. En, en dan moet die, die, die arme mensen die uit Tunesië met, met een vlot hier naartoe zijn gekomen. <laughs> die moeten ineens weten hoe het zit met Van Oldenbarneveld. Dat is toch knet, hè? Dus eigenlijk is jouw oproep: stop ermee weg met de onderwijs. Ja, zonder van het geld. Ik geloof zelfs dat ze het partieel zelf moeten betalen, of geheel. Ik hm. weet niet precies hoe het zit. Ja. Hm. Er is vast iemand die luistert, die deze cursussen geeft. Die kan daar wat meer over vertellen. Van wat het ja, nee, die, wil wil zich waarschijnlijk, die zal alleen maar anoniem willen <laughs> reageren, neem ik aan. Nee, dus daar geloof ik niet zo aan. Zet ze aan het werk. Ja, dat is het idee van de meeste succesvolle immigratielanden: je laat ze binnen en zolang ze in staat zijn om financieel hun eigen broek op te houden. En ze betalen belasting, dan zijn ze van harte welkom. Ja. En en wij, misschien zit ook een deel van de fout zit erin. Een deel van de fout zit erin natuurlijk. dat ze niet meer terug kunnen. Ja, nee, dat is een punt. Ja, ik je... pauzeerde even omdat iemand. die ja. <laughs> naast bleef staan, denkt dadelijk. dan gaat hij iets raars doen, maar. Een woedende luisteraar. Hij, hij zag ons helemaal niet zitten. Nee. Nee, dus dat... Eh, wat, wat wou ik ook alweer zeggen? Ja, ja die, want daar is veel onderzoek naar gedaan. Dat immigratie, arbeidsimmigratie is vaak een kwestie van... Ga je een paar maanden werken in Zuid-Spanje... daar heb je een zeer omvangrijke eh, tuinbouw... van die plastic kassen. En, en dan ga je weer terug. Maar omdat de EU het vrijwel onmogelijk heeft gemaakt om binnen te komen... Denk je als je eenmaal hier bent, ik ga niet meer terug. Dus die hele, die hele beweging van de arbeidsmigratie, die is tot stilstand gekomen. Ik heb altijd begrepen dat dat ontzettend stom is. Mm. Ja, we hebben, laten we wel weten, overal vrijwel overal in Europa arbeidsmigratie nodig. En nu, nu met, weet het, met de asperges, die moeten gestoken worden nou, als ik nou hier een ding uit de trein heb gezien zijn het wel aspergevelden. Daar komt bij dat ik dol op asperges ben dus ik hoop wel dat ze gestoken worden. En ja, bij Nederland zijn we natuurlijk zo verwend dat wij dat niet willen gaan doen. Wij gaan niet om onze knietjes daar nee, zitten. Nee, dat nee, nee. Als ik als nee moet je zeggen als ik eh, als iemand zou bellen, zeg je, je kunt wel asperges krijgen, maar je moet ze zelf gaan steken zou ik zeggen. Daar gaan we niet aan beginnen. Maar vind je ook niet dat heel veel banen in Nederland dat dat gewoon eh, gebakken lucht is? Dus je toch ziet wat heel veel mensen doen. Ja, denk, dat ja. is vaak zo. Tenminste, dat is natuurlijk vooral als jij die baan niet hebt, is dat zo. En als je vindt dat je eigen werk toch wel van enige significantie is. Ja, ik denk dat, als je, ik denk dat je zonder al te grote problemen voor het, voor het dagelijks functioneren van de Nederlandse samenleving, dat, je gewoon, dat er gewoon 30% van de werkers thuis zou kunnen blijven. Ja. Het zou in sommige gevallen, zou het misschien zelfs de zaken bespoedigen. Dat, dat, denk dat ik zou op. nog kunnen. Maakt het simpeler. Het probleem is, waar je hier al direct tegenaan loopt... is wat moet hij met die 30% mensen gaan doen... Die je hebt, waarvan je die een briefje thuis hebben gekregen achter in Jansen. We hebben nog eens de zaak op de kepen beschouwd... maar feitelijk doet u gewoon niks. U bent een zogenaamde pepersjuffler, zoals dat zo treffend heet. Dus u kunt rustig thuis blijven. Ik, ik zou dan nog een eindje zeggen, betaal maar rustig door. Want... Uh, wij zitten natuurlijk met het probleem dat we zoveel mogelijk redelijk werk moeten creëren voor de mensen die ze gaan bieden op de Nederlandse arbeidsmarkt. En, en ja, je zou eens moeten kijken naar een situatie van een ernstige economische crisis. Wat er overblijft van, van een aantal. Ik begrijp ook wel welke sectoren jij bedoelt. Wat daar dan van overblijft in zo'n situatie. Met welke sectoren denk je dat? Die cv-monteur cv houdt zijn werk wel, dat ja. is helemaal geen probleem. En de huizenbouwer ook. Ja, precies. Al die praktische dingen, hoe was het ook alweer? De praktisch geschoold en. en, theoretisch, theoretisch, en theoretisch geschoold. Theoretisch ja. ja. Ik ben bang dat er toch nogal wat theoretisch geschoolden ook nodig zouden blijven. De praktische, denk ik, geschoolde daarvan is een heel groot deel nodig. Ik weet niet hoe hard die werken. En. en, en nou ja, laat ik daar nou niet over gaan rottelen. Over mijn persoonlijke waarneming. Van die groepjes wegwerkers. Die dan toch wel heel erg lang. Heel gezellig met elkaar staan te praten. En je kan dat totaal <laughs> niet behoorlijk. Ja, dat is. Terwijl ze eigenlijk moeten schoffelen. Ja, sub, subjectieve waarneming is dit. Je moet natuurlijk op, altijd oppassen. dat je dat wat je zelf overkomt. Dat je dat niet generaliseert en beschouwt als iets wat eigenlijk altijd zo is. Daarom voelde ik me ook wel gesteund door diverse briefschrijvers. Die, eh, of of, of berichtsenders, weet ik hoe je ze tegenwoordig moet noemen. Die ook wel aanzienlijke problemen met die spoorwegen hadden gehad. Ja, het waren er heel veel. Ja, dus daar dat, dat voelde ik me toch. Aan... Kijk, als, jij, als jij, alleen jij pech hebt gehad en de hele rest schrijft. Nou, het is fantastisch. Er waren uren te vroeg. Dat soort van dingen. Nee, dat is kennelijk niet zo. Ik vond de Maar boys... dat, uh, dat, uh, ja, je hebt toch dat boekje van die man over die uh, bullshit jobs, heet dat toch? Dat zou goed kunnen, ja. Dat klinkt wel eens een goede ja, titel. Hij heeft een heel boek over geschreven. Een man die uitlegt: ja, heel veel werk is in is, is grote trekken betekenisloos. Maar wat vind jij een echte bullshit job dan? Nou ja, je jezelf vertellen. Ben ik natuurlijk altijd geneigd om. Nou, neem bijvoorbeeld het op ontwerpen van politieke campagnes. Ik heb niet de indruk dat die enige impact hebben op het, het kiezersgedrag. Wat impact heeft op het kiezersgedrag is, is wat zich in de weken voorafgaande aan de verkiezingen heeft afgespeeld in de publieke ruimte. Mm -hmm. He? eh, het Carolien van der plas effect. Mm -hmm. Ja. Dat... dat. Je moet het wel een paar jaar ontzettend leuk doen in de talkshows. Wil je, wil je beschouwd worden als het nie, de nieuwe belofte? Ja. Ik hoor ook wel eens uh, bij de ministeries dat er een verschil is tussen de beleidsmakers en de uitvoerende instanties. Want de beleidsmakers worden veel uh, beter betaald. Want ja, die maken het beleid. En de uitvoerende instanties moeten vaak harder werken. Ja, en dan hoor je ook natuurlijk de klacht. Dat, is, dat heb ik nu al heel vaak gelezen. Dat, dat, dat met name de, de, het beleid wat dan. De, de regering en de Tweede Kamer samen uitstippelen, dat het vaak onmogelijk en onuitvoerbaar beleid is. Dat je er geen kant mee op kunt als je in de praktijk in staat. Ja. Dat, ja, dat zou best kunnen. Ik heb geen flauw idee. Want hoeveel van wat dan nu misgaat, vind jij dat is toe te schrijven aan de topambtenaren? Nou, ik denk dat, dat, je, ik denk dat je dat soort van verantwoordelijkheid heel moeilijk kan toespitsen op één specifieke groep van personen. Ik denk overigens dat beleid dat die lui alsmaar moeten wisselen, hè, om, om een beetje zaken in, 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 in leven te houden. Omdat er vroeger bleek dat die directeuren-generaal er dan 30 jaar zaten. En dat die minister aan het niks te vertellen had. En dat zei die dat die lui de tent runden. En nu moeten ze dan om de x jaren moeten ze wisselen. Dat lijkt me even. Net tegen de tijd dat ze zo'n beetje in de haat hebben hoe de, de haan ze lopen, dan moeten ze weg. Dat lijkt me heel onverstandig, eerlijk gezegd. Ik vind het ook belachelijk dat mensen één termijn in de kamer zitten. Drie termijnen lijkt mij minimaal. Ook voor die topambtenaren zou ik zeggen een decennium. En dan maar eens wat anders zoeken. Ja, wie zegt dit allemaal? Iemand die zijn hele godganse leven hetzelfde baantje heeft gehad. Alleen, he, he, alleen heet ik eerst, heette ik, uh, hoe heet het, wetenschappelijk medewerker. En toen heette ik hoofdmedewerker. En toen heette ik een tijdje bijzonder hoogleraar. Maar dat, dat, aan de essentie van het werk deed het niets toe of af. Al vond ik zelf wel, als je dan nou toch een universiteit hebt die docenten nodig heeft. vond ik het wel nuttig werk om te doseren. Of ze het ook in een, een eigen thuis op een eigen houtje thuis op hun zolderkamertje hadden kunnen leren. Hmm, onder gunstige omstandigheden denk ik zou dat ook best gekund hebben. Dus ja, ook daar geldt. Wat draag je precies bij? Help je ze werkelijk? Ik had me allemaal voorgenomen toen ik college ging geven om al die dingen waarvan ik vaak vrij pissig over was. Dat ik ze zelf had ontdekt en dat ze me nooit waren verteld bij college. Dat ga ik aan die studenten vertellen. Bijvoorbeeld uit de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Omdat daarin inhoudelijk echt een waardeloos college was gegeven. Althans in de jaren dat ik er zat. Misschien later veel beter, geen idee. Eh. En dat doe je dan dus. Je legt het haar fijn uit. Zoals dus zij denkt dat zo moet het, dat had ik willen horen. En dan blijkt dat op die studenten 0,0 impact hebben. Eh. Die vinden andere dingen belangrijk. Ja, of die vinden andere dingen belangrijk. Of het interesseert ze sowieso geen heet. Nou ja, kan van allerlei factoren. Maar eh, je had zelf had je een geweldige aha niet verwacht van de jongens en de meisjes en dat, nee, die is er dan dus totaal niet bij een enkeling misschien bij een enkeling ja nou dat hoor je toch ook mensen die net beginnen met werken die zeggen we gaan het totaal anders doen en dan komen ze in dat systeem en dan willen ze het anders doen ja, maar dat lukt dan is de niet druk vaak groot om natuurlijk om je te conformeren aan de aan de bestaande gang van zaken ja ja dat is waar ik heb altijd begrepen dat rijden... eigenlijk verstander is dan rechtsrijden. maar okay, zoals in Londen ja, ja. Of in, andere, of in Japan, hij is ook links bij mij weten. Wat is dat dan beter aan? Dat moet je mij niet vragen, maar het werd heel verstandig uitgelegd dat het beter was om links te rijden. Ook in verband met voorraaksregels en misschien hebben we een deskundige bij de luisteraars. Vast wel. Die zegt van, ja, links rijden, dat is het. Nou, dan komt het ons even uitleggen, dan vertellen we volgende week hoe het zit. Maar ook wel met het maar sturen. De werkelijkheid is natuurlijk dat, denk je dat als dat zo zou zijn dat wij dan in Nederland zullen besluiten om links te gaan rijden, nee natuurlijk. Dat zit, zit er niet in. Nee. Ik kreeg ook nog zo'n bericht van iemand die zei: ja, het is van Rosme een beetje naar zijn bol gestegen met die treinreizen, want hij voelt zich een echte BNer. Een echte BNer wil vaak niet meemaken wat uh, het normale pleps de normale burgers meemaken in de trein. Nou, ook als ik helemaal geen BNer zou zijn, dan nog uh, maak ik liever niet mee wat het echte plebs Klaarblijkelijk in de trein meemaakt. Want ik begrijp uit de mededelingen van de betrokkenen. Eh, dat eigenlijk de gewone man. Eh, honds behandeld wordt eh, in de treinen, toch? Ja, dat is, wat, dat is de implicatie van wat, wat hij of zij zegt. Ja, dat de, 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 de klinkt een beetje door van Van Rossum. wil zich eigenlijk met een chauffeur door heel Europa laten rijden. Ja, ja dat was ook iemand die die suggestie deed. Dat loopt, gaat in de papieren lopen, behalve wanneer het productiebureau van het programma het betaalt. En dan word je vaak in een, in een keurige Mercedes door, door Europa heen gereden. Maar wat deze meneer totaal vergeet, met zijn hoofd, hè, namelijk dat een BN'er, het woord zegt het al, is een bekende Nederlander. Je bent de grens nog niet over, geachte criticus, of ze hebben niet het flauwste idee dat je een bekende Nederlander bent. Niemand in Oostenrijk zegt, ach jeetje, daar is die bekende Nederlander. M. van Rossum, die moeten we even een speciale behandeling geven. Nee, natuurlijk. Je bent gewoon Jan Anoniem in, de, in dat systeem. Ja, ik vond wel het beste advies, maar Maarten, blijf gewoon lekker thuis. Want uh, dan overkomt je dit allemaal niet. Nee, daar heeft die man natuurlijk gewoon gelijk in. Maar wat ik doe in het buitenland. Ik ben nu dit jaar dus twee keer in het buitenland. Nee, vorig jaar ben ik drie weken geweest in Amerika. Nu dan een weekje in Wenen. Ik we ga in september nog een weekje naar de eenmalige DDR. Ja, maar dat is werk. Het is werk. Dan schijnen mensen ook totaal niet te beseffen dat het werk is. Leuk werk. Hartstikke fijn werk. Doe het met genoegen. Wordt overigens heel magertjes betaald. Maar je mensen zeggen: je hoeft het niet te doen? Nee, dat klopt. Ik hoef het helemaal niet te doen. Maar ik wil graag iets doen. Ja, want als ik niks doe, wat moet ik dan? Hebben ze een suggestie? Moet ik, moet ik, eh, ik weet niet, postzeggens gaan losweken van oude enveloppe of zo? Of, of <laughs> moet ik, moet ik vuile vuil gaan prikken in het park? Wat, wat denkt u, wat, wat, wat vindt u dat ik moet gaan doen? U, eigenlijk vindt u, als ik het even samenvat en tot de kern doordring, eigenlijk vindt u, laat die zak tabak nou eens ophouden met werk, hij is 79. We werken in Nederland 67 jaar plus x-baanden. En dat is het. En dan moet je, daarna hoor je op de bank te gaan zitten, thuis. En gewoon naar VI te kijken. Hè? Tot je, zodat je, je je brein langzaam verweekt en verschimmelt. En tenslotte niet meer functioneert en dan ga je vanzelf dood. Dat is toch dus de boodschap. Waarom houdt hij er niet mee op? Dat is het toch? Waarom blijft hij niet thuis? Ja, mag ik eens vragen bij de criticus... Of kritica, ik weet niet wat het is. Uh, blijft u ook voornamelijk thuis? Bent u ook dol op thuisblijven? Zegt u ook tegen uw vrouw als ze met vakantie wil? Nou, nee. Nee, 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 Beppie. daar heb ik helemaal geen zin in. Ik blijf veel liever thuis. Uh, we zijn altijd thuis. Ik ben, ben gelukkig thuis. Misschien een nieuwe bank, dat is. Nou, nee. Ja, je hebt mensen, hoe gek het ook klinkt, die best willen werken. Als ze leuk werk hebben om te doen. Ook wanneer dat niet meer dringend noodzakelijk is om een nieuwe pot pindakaas te kopen. Nee. Ja, goed. Ik vind het ook wel leuk dat je wat meemaakt. En ik zie er ook wel een format in. Dat je allemaal verschillende manieren van reizen uitprobeert. En dat je daar dan met een camera verslag van doet. Ja, zeker. Ik zou langzamerhand wel een, een heel leuk meemooitje kunnen schrijven. Reizen in Europa. Ja. Overigens moet ik erbij zeggen. Ik zeg nou reizen in Europa uit de Losse Pools. Het was in Amerika net zo'n zootje als het hier is. Dus dat, dat, sterker nog, als het om spoorwegen gaat, is het daar nog een iets groter zootje. Ja. Uh, dus nee, dat, ja, Amerika kun je natuurlijk wel fijn overal naartoe rijden. Ja. Maar we hadden het de vorige keer eventjes over vliegtuig. Heb je gehad, Trein heb je gehad, de bus heb je ook beschreven. Heb je ooit gelift? Nee joh, ik ben geen lifter. Het hele idee dat ik sta met de duim omhoog. En een bordje. Fris gewassen. Met een bordje met, met daarop Athene. Uh, ja, er stonden soms hier bij het Lang het hele lift of verschijnsel. Is. Nee, ik zag er vrijdag dus nog een. Daarom moest ik er ook aan oh, denken. Oh, dat is wel heel zeldzaam. Vroeger stond er zo'n hele troep lui daar bij de waterlinie weg als je daar omhoog ja, rijdt. En er stonden altijd mensen bij met een bord Athene, Boekarest, de gekste, gekste reisbestemming. Nee, het hele idee dat ik daar zou staan fris gewassen... En dat ze mij dan niet mee zouden nemen, dat zou mij helemaal niet bevallen. Eerlijk gezegd. Ja, je had mensen die hier, soms stond je daar urenlang. Verschrikkelijk. Bovendien, daar vind ik nou van, Graag de criticus. Als je het geld hebt, waarom zou je in godsnaam gaan liften? Als je nou stratenarm bent, het kan echt niet anders. Kijk, dan kan ik me er nog iets bij voorstellen. Nou, je kunt zeggen, het is avontuur dat liften, want je weet niet bij wie je in de auto komt. Nou, dat alleen al. Hè? Stel voor dat je na een kwartiertje denkt, die man die rijdt als een gek, als een derwisch, hè? Dan, gaan we niet, dan, dan kun je moeilijk zeggen, wilt u bij het volgende tankstation stoppen, want hier hebben wij geen zin in. Ja, mijn broer, die is nog met zijn zwangere echtgenoot van naar Mainz, waar ik toen woonde gelift. Hij ja, had met een of andere obsessieve <laughs> was die in de auto terechtgekomen. Die man die reed overal 200, heb ik begrepen. En het is al jaren en jaren geleden. Ja, ja dat zou je me overkomen. Ja, dat je gigante, iemand die dus gigantische risico's neemt. En hoe vond hij dat? Nou, eng. Het oh, ja? verhaal, ja, want het verhaal. Hij heeft het mij verteld. Het is in de, in de familie natuurlijk vaak gecirculeerd. Uh, Nee, iedereen vond het een ramp voor hem. Terwijl hij ook als zijn gek rijdde in die trabant waar jij met hem in zat. Nee, 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 hij reed vroeger aan zijn gek. Oh. Maar tegenwoordig, kijk, in een trabant rijdt iedereen als een gek. Ook als je van de <laughs> beste bedoelingen bent, dan kun je in een trabant niet normaal rijden. Nee, maar jij zat de hele tijd in Schelde op allemaal mensen daaromheen, dat lacht Ja, omdat die mensen er geen, er geen voorrang gaven, vond ik. Ik vind het wel mooi geweest voor vandaag. Uh, volgende keer gaan we verder. Als je nou geen genoeg krijgt van deze podcast... abonneer je dan sowieso eventjes op ons kanaal. Dan mis je helemaal niks. En luister ook naar de vorige aflevering... over de toekomst van Europa door de ogen van Macron. Een analyse daarover hoor je via het linkje dat je vindt in de beschrijving. At the end of the street you go left or right. And if you go straight on, you jump in the canal. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient... en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan... Moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.